Echt waar. Misschien zitten ze daar boven wel bij dat glas. Hij gaat weg. Komt hij erin. Dat is een boze Dutch performante en Don de Jong die op ons afkomen rijden. Maar Stefan, waarom komen ze dan boos op jullie afrijden? Dat komt omdat wij in deze video Dutch performante 24 uur lang gaan proberen te stalken. Althans, ik zeg wij, maar ik bedoel natuurlijk Gerry en Gover. Ze hebben vandaag één voordeel. Namelijk dat Dutch Performante, oftewel Shahid, ongeveer zijn hele leven op Instagram zet. Het is dus redelijk makkelijk te achterhalen waar die kan zijn. Maar ze komen er in deze video ook achter dat hij best wel scherp is. Laat even in de comments weten welke challenge ik volgende week moet doen en doe alvast een duimpje omhoog. Want anders gaan Gerry en Gover jou stalken s'nachts. En dat wil je niet. Ook blijkt het dat meer dan 40% van de mensen die mijn video's kijken nog niet geabonneerd is. En dat is echt veel, dus doe maar even. Klik maar even op die abonneerknop. Hendrik, ik zie dat je kijkt. Abonneer dan. Oké, dankjewel. Hey, jongens. Wat is dat nou? Wat heb je? Gerry en Gover. Dat is toch dat vosje van Stefan? Ja, inderdaad, dat is die vos. Ja. Hey jongens, ik heb jullie even nodig. We gaan Dutch Performante stalken. Dutch Galante? Ja, Dutch Performante. Wie is Dutch Galante? Komen jullie mee? Wat schuift het? Een halve Theo? Ik wil een halve Theo, hoor. Ik heb geen zin om drie te dronken. Laat hem gaan, man. Kom. Hoi. Hey. Oké. Ik ben weer opgeladen in de auto voor het slapen. Flashback naar net. Ik lig hier in mijn bed. En al mijn vrienden hebben pret. Lekker middag, Dutje. Even bijdenken voor we gaan beginnen met jongens. Nou, wat is het plan? Nou ja, zijn huis is hierachter. Het voordeel met Shahid is dat hij tering veel op zijn story zet altijd. Wie is Shahid nou weer? Ja, dat is degene die we gaan stalken vandaag. We stalken toch Dutch Galante? Dat is echt een naam. Je hebt nog geen één keer zijn naam goed uitgesproken. Ja, omdat ik hem niet ken. Sorry, Shahid. Nee, maar die andere. Dutch Galante. We zagen dus net dat hij bij het Tegeldepot is. Dat is zijn bedrijf. Gio, nu ben je klaar met huiswerk. En nu kan je aan de bak hierbij. Ik kan papa helpen. Ja, hè? Met papa helpen. Nou, let's go. Is dat zijn bedrijf? Dat is zijn bedrijf. Dan moeten we daarheen. Goed idee. Ja. Trouwens, even een heads up. De avondklok en zo is nog niet ingegaan. Dat is vanaf waarschijnlijk dit weekend. Wat is er eigenlijk een avondklok? Ik heb een klok die werkt de hele dag. Moet je luisteren? Ik heb alleen maar een avondklok, want anders mag ik geen pil zuipen. Ah, ik dacht maar. Het leek er dus op dat hij bij een van zijn bedrijven Tegeldepot was. Alleen we gingen eerst nog even langs zijn huis rijden om te dubbelchecken. Hier links en ik zag zijn auto al staan. Ik ben zenuwachtig. We gaan even langs rijden. Ik ben ook niet al zenuwachtig. Ik ook. Dat is wel mooi. We rijden gewoon even nu langs. Dit is huis. Kijk, daar staat die auto van hem. Die Peugeot. Maar hij heeft toch hele dikke auto's? Die Peugeot, dat was zijn eerste auto. Die heeft hij opnieuw gekocht voor de grap. Gover. Ja, schat. Ik bedoel, ja man. Oh my god, dit is mijn droom. Een chips vrachtwagen. Daar achterin lekker al die zakken openen en vreten. Ik denk dat de chips gewoon los erin ligt, hoor. Niet. Oh. Hier is. Is dat hem? Niet zo. Fuck, waarom keken ze al? Maar dat waren zij niet. Ik ken hem niet ofzo. Maar... Nee, maar ze keken echt zo van... Ja, zo van, hé, die kennen wij. Die met de camera. Huh? Wat? Dit lijkt op die auto van Enzo Knol. Ja, dat witte Peugeotje. Hij heeft precies diezelfde, maar dan in het wit. Als jij iets, ze hebben die voor de grap gekocht. Oh, waarom hebben we niet een andere auto gepakt? Ik zei het toch, super. We besloten de parkeerplaats op te rijden om even beter te kunnen kijken. Maar wat is zijn auto? Staat hij hier? Ja, daar ga ik nu even kijken. Oh ja, die staat hij is... Staat daar wel een witte Porsche? Nee, die BMW is van hem. Nou, hij is er nog. Dit is waar ben ik op hem? Waarom moet je dan niet hier op de parkeerplaats gaan? Oh ja. Ja, dat kan wel op zich. Zal ik hem hier zetten, achteruit in? We besloten op de parkeerplaats stil te gaan staan. Dit is namelijk zijn auto, dus we hadden hier goed zicht op het moment dat als hij zou vertrekken. En dan konden we hem dus makkelijk achtervolgen. Oké. Nu gaan we denk ik hier wachten. Boks houden. Om de tijd te verdrijven. Er komen ook mensen naar binnen naar buiten. Ja, maar hij kan ook elk moment naar buiten komen natuurlijk zomaar. Ja, maar het kan ook zijn dat hij er nog 3 uur hier is. Ja. Dat weet je natuurlijk niet. Is er ook dat een leuke jongen voor mij? Oh ja, man. Nee. Dus als ik een leuke jongen ben? Oh, nog een keer lekker een biertje mee te drinken. Oh, ja, dat kan nog met mij. Hij is vrienden. Ja, maar soms zit jij zo te zeiken, man. Als ik lach, dan gaat mijn snor af. Hoe lang zou de snor vandaag blijven zitten? Laat het weten in de comments. Weet je wat ik leuk vind als mensen erop reageren? Ik ben Piet en ik ben 13 en ik ging ook met z'n stap. En tussendoor werd ik nog even gebeld door Tajula. Hoe lekker je dat, Loes? Weet je wie jullie lijken?
Op die inbrekers van Home Alone. Dat klopt wel. Hoe zijn jullie aan het opnemen? Ja, we zijn Dutch Pelanti aan het stalken. We worden zo erg bekeken. Kijk, zij kijken zo erg naar ons. Maar ik snap niet hoe het hier zo druk kan zijn. Het is echt druk inderdaad. Wat doen al die mensen hier? Werken die hier allemaal ofzo? Govert wilde net gaan rappen, maar toen opeens. Maar moet wel een onderwerp hebben, anders lukt het niet. Je zou nog Bram Cricket dissen. Met even de... Daar is hij! Oh, daar gaat hij! Oh mijn god! Oké, moet je nog. Ik zie hem niet hoor. Dat is zijn zoon. Oh mijn god, ja, hij is net zijn zoontje daar. Zijn zoontje. Daar heb je een Dutch Kalanti. Oké, wacht, laten we weggaan. Kalanti. Aha, okay. Anders valt het te veel op als we hier stilstaan. Dus we reden voor de zekerheid het terrein af. Hij stapt nu zijn auto in. Hij pakte alleen iets uit zijn auto. Gaat hij weer naar binnen? Dat weet ik niet, dat kan ik nu niet zien. Oké, okay, laten we hier staan. We besloten iets verderop buiten het terrein te gaan staan in de hoop dat we nu iets minder opvielen. Ik denk een beetje hier kunnen staan. Maar ik heb wel het gevoel dat wij niet zoveel opletten. Ja, maar we kunnen niet de hele tijd nu weer terugkomen en dan weer weg. Nee, ik wil het beter hier kunnen. Ja, beter nu hier wachten. Dit valt ook niet op. Nou, het is alleen een beetje een rare plek waar we staan. Oké, okay, ja, we kunnen hem goed in de gaten houden. Vanaf hier is hij iets verder weg. Kijk, dit is 5 minuten geleden. En toen ging hij naar buiten. Moment, volgens mij zag je mijn auto gewoon op zijn story houden. Echt waar? Daar buiten. Nee. Oh nee, wacht, net niet. Dat was daar links, stond mijn auto net. Echt chill dat hij zoveel stories maakt. Ja, dat is top. Hij gaat zijn eigen grap. En nu we wat veiliger stonden, kon Govert zijn rap afmaken. Kom op, Gov. Schuif van de kanten, want we zijn op zoek naar Dutch performante. Of Dutch kalante. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet of je het ziet, maar zijn echte naam, ja, dat is Zaid. Oh! Zaid? Eigenlijk hou ik van honden en ik wil nu niet meer rappen. Nou, ik vond dit een van je slechtste raps ooit. Ja, maar ik moet eerst eten. Jij, schaam je! En we vergingen dus een beetje van de honger, dus we besloten wat eten te halen. Maar we kregen wel weer wat vreemde blikken toen we langs reden. Hij staat daar niet hoor. Oh, jawel. Nee. En ze kijken ook echt... Waarom kijkt iedereen zo naar deze auto? Ze kijken zo hard. Ja, ze kijken zo erg, maar dat ligt denk ik toch echt aan deze auto. Shit. Ik heb hem ook net gewassen, dus ze ziet er wel erg spik en span uit, moet ik zeggen. Het is gewoon een dikke bak. En dan zitten wij erin. Ik zei toch dat we een andere auto moesten regelen. Je had het nog zo gezegd, hè? Ik had het gezegd. Oké, het eten was geregeld en we reden weer terug naar het terrein. Waar we meteen een plannetje in werking gingen zetten. Namelijk dat ik over het terrein zou lopen en dan deed ik alsof ik aan het bellen was. Maar eigenlijk was ik stiekem aan het filmen. Ja, maar die snor is ook wel heel nep of zo. Helemaal niet. Nee? Mensen nemen jou gewoon aan voor hoe je nu bent. Oh, dat is zo lief van ze. Zo met die bril helpt jou. Ja, absoluut. Kan je even wachten tot er niemand hierheen kijkt of langskomt? Naar die vrachtwagen ga ik. Ja, dat stop. Precies die vrachtwagen ervoor, ze zien ze hem ook niet uitstappen. Ik vind het spannend, Siba. Ik vind het ook spannend, ik ben zenuwachtig. Oh nee, oh. Daar loopt hij. Ik ga nu langs lopen en ik hoor hier, ik heb hier gewoon alles zoeken wat ik wil. Je ziet het al aan zijn loopje dat er iets aan de hand is. Dat hij daar iets van plan is ofzo. Oh, daar gaat hij. Ik zie hem niet hoor. Het valt zo erg op. Nee, helemaal niet. Oh, ik zag iets gebeuren. Wat? Er loopt de hele tijd een jongen die nu naar Stefan zit te kijken. Hij keek net heel erg naar jou. Inderdaad. En hij kijkt nu weer hierheen. Gozer, maar er staan daar links 3 mensen, die kijken me zo erg aan. Oké, we vielen dus heel erg op en ik kwam er nu ook nog eens achter dat ik per ongeluk het filmen uit heb geklikt met mijn oor. Lekker bezig. Ja, kut. Ik heb niet gefilmd, ouwe. Hij stopte hier met filmen. Ja, maar kijk, ik kan niet nog een keer daar langs lopen. Maar het heeft ook niet zoveel zin. Het heeft geen zin. Ik heb daar binnen kunnen kijken. Ja, we moeten hier gewoon wachten tot hij erbij komt. En als hij nog steeds niet naar buiten komt, ga ik gewoon aanbellen op een gegeven moment. Zo. Weet je toevallig waar Tegel een sanitaire depot is? Ik zeg, Zaid, kom met hem op de foto. Ja. Je wordt echt bijna ongelukkig met zo'n snor op. Hmm. Ja, hoe doet Bram dat, Dave? En natuurlijk ging Govert zijn snor er weer af. Govert? Wat is er met je snor gebeurd? Moet je wat bekennen, man. Ik heb eigenlijk helemaal geen snor. Dat ben je niet. Ik heb geen baardgroei. Dat is allemaal nep. Ik dacht verdomme altijd dat je een echte snor had. Govert. Ja, wat is het nou, man? Mijn snor is ook nep. Helemaal niet. Dit is niet waar je zit te liegen. Ik lieg inderdaad. Ik heb een echte snor. Ik ben geen mongool. Maar ik heb wel als vermomming nog een basic mondkap. Ja, dat is wel een hele mooie vermomming, hoor. Wat doet hij? Hij doet alsof hij iets doet. Nee, kijk, zo zijn die... Hij is ons aan het stalken. Ja. Maar hij keek mij net super erg aan toen ik er langs liep. Dus hij mag maar niet zien hier. Oké, nu werd het spannend. Govert en Gerry vielen te veel op. Dus we besloten Siebe 1 keer over de terrein te laten lopen. Omdat hij er wat normaler uitzag. Oké, Siebe gaat nu even langs lopen. Siebe trekt wat minder aandacht dan onze vermomming. Hij loopt ook weer zo raar, Siebe. Hoezo loopt hij raar dan? Kijk dan.
Ook Herveld, dat weet ik zeker. Ik ga echt een stuk als hij daar loopt en misschien dan zijn je naar buiten komt. Oh ja. Ik weet niet, ouwe. Ik kom nu achter de bus vandaan, maar... Hallo. Hallo. Hè? Yo! Kijk het staan. Wij blijven daar gewoon staan, die zien we. Ik loop hier gewoon. Wacht even. Hier deed Siba alsof hij zijn telefoon ophing, maar hij klikte per ongeluk op stop met filmen. Maar wij konden vanaf hier deels vastleggen. Niet. Ja, hij praat met iemand, zie je dat? Oh mijn god, dat inderdaad! Dat is Dutch Performanti, toch? Echt? Misschien wel, ja. Hij zit te wijzen van, ja, jullie rijden langs. Nee joh. Oh, wat erg. Oh, volgens mij is het hem inderdaad! Dat is hem toch? Waarom herkent iedereen ons soms altijd gelijk? Nee, maar hij herkent Siba niet, denk ik. Ik denk dat hij gewoon, dat het hem gewoon opvalt. Oké, wacht, we moeten hier dan weg, denk ik. Ja. Oh, dit is echt wel heel spannend. Ik ga even hier om het hoekje staan. Uh-huh. Dan ziet hij niet dat Siba naar deze auto loopt. Maar het was echt Dutch Performante. Volgens mij ook, ja. Het was hem echt. Siba is echt zielig. Hij is altijd een lul. Jongens, we vallen zo hard op. Ja. Wat dan? Zo hard. Shahid kwam naar mij toe. Ja. En hij zegt zo, yo. Ik zo, yo. En hij zegt, ja, wat doe je hier, weet je wel? En ik zo, oh, ja, nee, er komt hier zo'n vriend of zo en dit en dat en daar wacht ik op. En hij zei, ja, maar hoezo hier, weet je? Wat heb je hier te zoeken? Ik zei, mag ik hier niet zijn? En hij zei, nee, dit is gewoon privéterrein. We zijn gewoon aan het werk, weet je wel? En zei hij ook van, ja, ik weet niet wat hier aan de hand is met die auto waar je vandaan komt en zo. Kut, dus hij deze auto ook gezien. Ja. En hij zei ook van, ja, jullie staan hier al 2 uur, weet je wel? Wat de fuck? Nee, joh. Echt waar. Maar misschien zitten ze daar boven wel bij dat glas. Hij gaat weg. Kut, daar komt hij heen. Hij komt hierheen. Nee, maar jij moet rijden. Kut. Nee, maar we moeten wel met hem praten. Ja, denk ik ook. Shahid kwam recht op ons af. En ik wist dat als we weg zouden rijden, we nog meer zouden opvallen. Dus ik moest proberen ons er onderuit te lullen. Hallo. Hallo. Hey jongens. Niks? Hoezo? Hij komt uit Friesland. Jongens? Don zat ook bij hem in de auto en die herkende mij gelijk. Ik probeerde nog een beetje mee te spelen, maar ik kon uiteindelijk ook mijn lach niet inhouden. Hij lijkt het erop, ligt aan mij. Hij heeft het niet door. Zijn jullie van de YouTube? Hij heeft het niet door, Dat is een kont ervoor. Kijk, ja, oh shit. Oh shit. Ik herken je weer gelijk! Nee, we zijn net begonnen! Zijn jullie net begonnen? Hey. Wat is het idee, stalker? Ja, maar, ja, ja, maar. Kom, we komen aanrijden, ik zit daar voor Tokkie voor in. Ik ben van de boven, dus op die naar achter reden, je ziet alles. Oh, je van de boven? Ja, dat is oh, echt waar. Dus als iemand ons achtervolgt of iets, wij zijn heel erg ik slecht zei te zien. Ik zei tegen hem, we zitten gewoon in de auto, we gaan ze achtervolgen. Toen gingen we nog even een koffietje drinken en zagen we pas echt hoe dom ons plan eigenlijk was. Ja, film erbij. Ja, ik wou zeggen, film erbij. Maar kijk, je kan er zo duidelijk zien staan. Nou, gewoon echt dom. En maar luister dan, we waren echt ready. Ik heb het ook niks gefilmd van, we waren echt ready to fight gewoon, hè. Echt. Nog foto's gemaakt van kenteken. Ja, joh. Ja. Oh, je kan hier echt niet inbreken. Ja. Jij, hij liep hier, jij liep weg. Ah, oh, ik wilde hem echt een paar klappen. Ja, nou, dat ging minder goed dan gehoopt. We moeten helaas denk ik afscheid nemen van Gerry en Gobert. Misschien komen ze nog wel een keer terug, maar dan op een ander moment. Ja, want dit is niet... Dit werkt niet. En er moet een andere auto hebben. En ja, we hebben dus nu best wel wat mensen gestalkt. Ja, laat even weten wie volgende keer moet stalken. En niet zeggen Julia stalken, want dat lees ik heel vaak. Ja, maar inderdaad. Alsof Stefan dat gaat doen. Ja, alsof ik dat ga doen. Nee, maar je zal dat nooit zonder mij doen. Nee, ik zou inderdaad nooit Julia stalken zonder Julia. Maar goed, de 24 uur stalken was niet bepaald gelukt, maar het was alsnog wel een leuk avontuur. Tot de volgende keer.